Bertus Luske is een beruchte maffiabaas en is eigenaar van het ADM-terrein in het westelijk havengebied. Sinds het terrein afgelopen november werd gekraakt, heeft Luske er alles aan gedaan om de krakers weg te krijgen. Zaterdag kwam er weer langs, ditmaal vergezeld van een sloopkraan en zo'n 15 brede mannen. We hebben ze helemaal niet horen komen. Peter die zat in de kroeg op de onderste verdieping. Die zat zo'n beetje te suffen. Een beetje aan het inslapen. En toen kwam er zo'n schlaatsch een grijparm door het raam heen. En vlak daarop kwam Luske en nog een man. Die zei, ja, je moet opdonderen hier. En toen zijn ze dus begonnen. En ik lag hier te slapen. Ik weet niet eens meer precies hoor, hoe het ging, hoe het de eerste minuten zijn gegaan. Maar in ieder geval zag ik die grijp, ik hoorde, voelde een tik en een bons. Waarschijnlijk was dat toen ze hier beneden het raam insloegen. Want dat hebben ze dus het eerst gedaan. En ik ben overeind gesprongen en ik heb geloof ik mijn kleren aangetrokken. Of nee, ik heb eerst wat dingen in veiligheid gebracht die vlakbij het raam waren. En... Nou, mijn vriendje ook uit bed gesleurd. En toen stonden we hier nog zo. Toen wilden we eigenlijk nog meer dingen redden. En toen kwam die arm al naar binnen. En hij zat geloof ik zelfs nog op bed. Toen was eerst alleen de ramen gebroken. Daarna hebben we het bed weggetrokken. En toen zagen we dat die arm eigenlijk heel systematisch ging. Dat we dus niet bang hoefden te zijn voor iets onverwachts. Want hij ging gewoon van raam naar raam naar raam. Meneer, er valt hier niks te slopen, we zijn niet ontruimd. Ja, ik ben niet ontruimd. Er wordt nooit een pand gesloopt waar mensen liggen te slapen. Nooit, in de geschiedenis nooit. Alleen door mensen die echt geen hart hebben, weet je wel, die ontzettende scheid hebben aan de mensenleven. Die doen zoiets. Je hebt gewoon scheid aan andere mensen. De grote vraag is natuurlijk waarom Luske dit allemaal doet. Wat zit er nou achter? Nou, ik ben niet heel erg goed in exacte feiten, maar wat ik van het verhaal heb begrepen is dat hij een befaamde speculant is, die heel erg goed is in dingen kopen en verkopen. En die al zo'n 20 jaar lang is hij in Amsterdam met krakers aan het vechten dus. Daarom is hij met krakers aan het vechten, ja. Maar daar zijn activiteiten zijn natuurlijk koren op de molen van krakers. En op een gegeven moment hij ging steeds verder en verder. Hij had een heel slechte naam met de knokploeg ook. En heeft hij een soort voorwaardelijk straf gehad. In ieder geval een waarschuwing van als je dat nog een keer doet, dan kom je in het gevangen. En toen is hij dus andere methodes gaan hanteren. Ja, die klap te krijgen van die keer. Wel bedreigend sowieso. Denk, ben je bang dat het weer een keer gaat gebeuren? Want ze zijn al lang niet klaar om te lopen, zo te zien. aan één kant ben ik heel erg bang. Gewoon als je me echt vraagt van mijn kinderziel of zo, is ontzettend bang. Ik liep hier ook gisteren langs en dan voelde ik steeds die schokken van die machines nog in de grond. Ik wilde hier ook niet slapen vannacht. Maar aan de andere kant voel ik me ook heel erg veilig met de mensen hier. Omdat het gisteren gewoon gebleken is dat het ontzettend mooie mensen zijn allemaal. Met ontzettend groot incasseringsvermogen. En we hebben zo lekker geklust, lekker gegeten en zo. Dat mijn wil om hier te zijn is eigenlijk alleen maar aangesterkt.
Er is procesverbaal opgemaakt door de politie. En jullie hebben ook aangifte gedaan inmiddels? Een aantal van ons hebben aangifte gedaan. Een aantal van ons gaan nog aangifte doen. Ja, de politie, we waren net bij de politie. Die mevrouw zei, nou, we hebben al wel genoeg stukken. Maar ik zelf, ja, ik voel me gewoon... ik voel me echt levensbedreigd. Ik denk als ik later naar bed was gegaan en dieper had geslapen, en ik slaap heel erg diep, dan had ik gewoon een glasplaat in mijn bed kunnen hebben. En dan was ik gewoon dood geweest. En dood is toch wel, dat vind ik wel erg radicaal.